Farmers Defence Force heeft woensdagavond tijdens de vergadering met het landbouwcollectief excuses aangeboden voor het gekozen taalgebruik. Dat zei voorzitter Al Dijkhuizen na afloop van de bijeenkomst. Er is gezegd dat FDF aangeeft dat er verkeerde woorden zijn gebruikt in dat bericht. En daar woorden die ook mensen kunnen raken op de manier die zij niet bedoeld hebben. En daar bieden ze hun excuses voor aan. En dat staat erin en dat staat toegelicht in het persbericht wat klaar is. Ja. Hoe was de sfeer binnen? Ik moet zeggen dat de sfeer altijd erg goed is. Want weet je, wij hebben met elkaar een dossier. Hè, dat gaat ergens over en doet ertoe waarmee we aan de gang zijn. Wij knokken voor de boeren die hier zeer nauw bij betrokken zijn met hun bedrijven. Dat nemen wij heel serieus. En daar is de sfeer altijd goed voor. Want op een bepaald moment is er vergaderd, of in ieder geval overlegd, zonder Farmers Defence Force. Zij moesten de zaal verlaten. Waarom was dat? Nou, weet je, je hebt altijd, als je praat over onderwerpen, dat je even af moet tasten, ook met anderen, van zitten we er hier hetzelfde in? Of hoe ver gaat dit, hè, onze strekking? En dan moet je soms ook even de ruimte hebben om te praten zonder de persoon of de organisatie waarover het gaat. Dat is vaak een effectieve manier. En dat is een manier, ja, onderschat het niet, met 13 partijen gebeurt er altijd veel. En u hebt gezien dat dat ook weer werkt en dat het ook helpt verder. Hoe gaat het nu verder? Is er al een nieuwe datum met Schouten? Nee, er is ons gezegd van men verwacht deze actie, die hebben we nu genomen. Wij zullen Den Haag informeren. En er is gezegd dat op korte termijn een datum gezocht zou kunnen worden als we er weer uit zijn. Dus dan moeten we even afwachten. Dat is agenda technisch, maar ik neem aan dat dat op korte termijn zou kunnen gebeuren.